Het verloop van de Tweede Wereldoorlog. We beginnen bij het begin. Op 1 september 1939 is de invasie van Polen. Het Duitse leger valt dan Polen binnen. Tegelijkertijd valt ook de Sovjet-Unie Polen binnen. Dit was een afspraak die gemaakt was in het Niet-Aanvalsverdrag. Op 3 september verklaren Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog is nu begonnen. In 1940. Zien we dus dat Polen al veroverd is. En op 8 en 9 april 1940 volgt de invasie van Noorwegen en Denemarken. Ook daar winnen de Duitsers relatief snel. Waarna ze op 10 mei kunnen beginnen met hun belangrijkste invasie, die van Frankrijk. Voor ons is belangrijk natuurlijk dat ook op 10 mei de invasie van Nederland begon. Frankrijk moet zich uiteindelijk overgeven in dezelfde wagon als waarin de Duitsers zich aan het eind van de Eerste Wereldoorlog moesten overgeven. Hitler bezoekt dan ook Parijs na de verovering. Nederland geeft zich na vijf dagen over, op 15 mei. Dat is een dag na het bombardement op Rotterdam. Frankrijk wordt niet volledig bezet. Een deel blijft een vrije zone. Dat noemen je Vichy france Het regime was redelijk was de Natie's goed gezind en zij mochten daarom voorlopig nog zelf vrij blijven. In 1941 begint de Duitse invasie van de Sovjet-Unie. Duitse troepen trekken de Sovjet-Unie binnen en op 22 juni start operatie Barbarossa, wat operatie Rode Baat betekent. Het doel was om de Sovjet-Unie natuurlijk te verslaan. Voor Hitler was het erg belangrijk om de Oekraïne te veroveren, want daar werd heel veel graan en tarwe verbouwd. In 1941 vallen Japanse vliegtuigen, die vanaf vliegtuigschepen opstijgen, de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor aan. Op 7 december bombarderen zij daar de vloot van de Amerikanen. En er wordt veel schade toegebracht. De Amerikanen verklaren daarop de oorlog aan Japan en aan Nazi Duitsland. In 1942 gebeurt er relatief weinig. Wel is daar de invasie van Nederlands-Indië. Het Nederlandse leger weet dan al dat er oorlog gaat komen, maar de Japanners hebben een te grote overmacht. De beslissende slag vindt al plaats op 28 februari als een grote vloot. Onder leiding van de Nederlander Karel Doorman, op weg gaat om met de Japanners in de slag te gaan. Ze worden verpletterend verslagen. En Nederlands-Indië ligt voor het grijpen. In Europa in 1942 vindt de slag om Stalingrad plaats. Deze begint eind 1942. En dit is een beslissende. Dit is een beslissend keerpunt in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers. Tot dan toe zijn de Duitsers steeds aan de winnende hand en rukken ze steeds verder op. Maar de slag om Stalingrad die duurt tot februari 1943 wordt uiteindelijk verloren. En vanaf dan zul je zien dat de Duitsers ook meer in de verdediging moeten gaan in plaats van in de aanval. In 1943 zien we ook duidelijk omkeer als het gaat om de oorlog. Zo krijg je ook een duidelijk beeld dat de Tweede Wereldoorlog een totale oorlog was. Berlijn wordt bijvoorbeeld vaak gebombardeerd, waarbij ook vele burgerslachtoffers vallen. Je ziet de rode gebieden, zijn de gebieden waar de Duitsers al worden teruggedrongen in 1943. De geallieerden hebben een landing geplaatst in Italië en de Sovjets beginnen de Duitsers terug te dringen. 1944, het beslissende jaar. De Duitsers hebben langs de westkust van Europa een groot verdedigingsnetwerk gebouwd, de Atlantiekwal. Deze moeten ervoor zorgen dat een invasie vanuit Engeland mislukt. De Engelsen en de Amerikanen vallen niet aan bij het smalste punt tussen Frankrijk en Engeland, dus niet bij het nauw van Calais, maar zij kiezen voor Normandië. En daar vindt op 6 juni 1944 D-Day plaats. Geallieerde troepen landen op het strand waarna de invasie van het vaste land van Europa is begonnen. De Duitsers zijn volledig verrast en worden dus overrompeld. En voordat de Duitsers echt kunnen reageren, hebben de geallieerden al een bruggenhoofd, hebben ze dus al vaste voet aan de wal. In 1945 loopt de oorlog dus ten einde. Zowel de Sovjets als de geallieerden rukken steeds verder op richting Berlijn. Uiteindelijk pleegt Hitler op 30 april 1945 zelfmoord. Op 2 mei 1945 veroveren de Sovjets Berlijn. Op 5 mei wordt Nederland officieel bevrijd. En op 8 mei tekenen de Duitsers de onvoorwaardelijke overgave. Dat betekent dat de Tweede Wereldoorlog in Europa ten einde is. Maar de Japanners vechten nog door. En omdat het veroveren van Japan te veel mensenlevens zou kosten, besluiten de Amerikanen een nieuw wapen in te zetten. Ze laten een atoombom gooien op Hiroshima op 6 augustus 1945. En op 9 augustus wordt er een tweede atoombom gegooid op Nagasaki. Tienduizenden mensen vinden de dood. De Japanners zien nu nog maar één uitweg en dat is overgave. Ze geven zich dan over officieel op 2 september 1945. De Tweede Wereldoorlog is ten einde.